Hoi iedereen en leuk je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal Bokeno. Ik ben Bo. En ik ben Wart. Inderdaad, vandaag weer een video met Wart. Het is weer eens een keer zover. Ja, ik heb er zin in. En vandaag in deze video hebben wij allebei zwart aan. Zijn we vandaag niet zo kleurrijk. Maar we gaan vandaag wel iets heel leuks doen. We gaan namelijk mega zuur snoep proeven. En het schijnt echt extreem zuur te zijn. Maar echt extreem. Ik hou heel erg veel van zuur snoep. Bart niet. En ik helemaal niet. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Ik ben vooral benieuwd hoe zuur het dan is. Dat het echt zo zuur is dat het gewoon pijn doet. Of dat het nog wel lekker is. Ik denk dat jij het heel lekker vindt. En ik zit weer waarschijnlijk net als met hete peper zit ik helemaal zo van... En ja. Jij zit gewoon van, oh nee, dit is eigenlijk niet zo erg. Ja, precies. Maar goed, heb je nou zin in deze video? Doe dan alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan nu door op het abonneerknopje te drukken hier beneden. En laten we snel gaan beginnen met de zure snoep. Okay. Ja! We beginnen vandaag met Airheads Extreme. Ik denk dat deze wel meevalt. De verpakking ziet er niet heel erg heftig uit. En dit is sweetly sour. Dus het is een beetje zoet-zuurachtig. Dus ik denk dat deze wel meevalt. En het is watermeloensmaak. Daar hou ik wel van. Ik ben benieuwd. Ik denk dat dit een rustig begin is. Met iets wat niet heel erg zuur is. Het is wel extreme. Dus, Ja, het is extreme. Dus wie weet. Het lijkt gewoon een beetje op een zure mat. En ik ben heel erg benieuwd. En we gaan allebei een hap nemen. Oké. Dus ruiken. Het stinkt naar plastic. Of zand. Heel goor. Maar ik neem gewoon een hap. Oh, wat goor. Jongens, dit is echt niet extreem. Dit is niet een gezicht van, oh wat zuur, maar oh wat vies. Het smaakt naar karton. Het proeft niet naar de watermeloen zelf, maar het proeft echt naar die rand van de watermeloen. Nee, ik proef gewoon naar karton. Heel erg goor. Koop dat snoepje maar niet. Het is echt heel vies. Het is maar het is helemaal niet zuur. Echt helemaal niet, maar oh, wat goor. Oh, ik heb echt een karton smaak in mijn mond, weet je wel? Ik krijg een beetje wel, hè. Zo van alsof iedereen dagelijks een stukje karton in zijn bek stopt. Ha, nee. We gaan op naar de volgende en dat zijn Warheads Extreme Sour. Extreem zuur betekent dat. En dit is, dit zijn harde snoepjes. Warheads, nou dit poppetje is, die is al helemaal aan het ontploffen. Dus ik denk dat we hier echt doodgaan. Maar goed, we gaan het zien. Survive the sour, savor the sweet. Dus het is eerst zuur en dan zoet. Dus je moet er even doorheen bijten. Ik wil geen watermeloen meer hoor. Nee, watermeloen is een vieze snoep joh. Ik heb blauwe frambozen smaak. Ik wist niet dat dat bestond, maar blijkbaar wel. Ik ga voor appel. Nou wow, ben je er klaar voor? Ik wel. Oh. Hij ruikt best lekker. Dit is best oké. Okay. Oh, die wil ik. Nee! Heel erg. Helemaal rood. Heel erg. Ik wil uitvoeren. Doorheen bijten. Bijten doorheen. Nee, je kan het. Oh my god, dit is heel duur. Oh, nu wordt die lekker. Ah, oh, dat is bij mij nog steeds duur. Heel zuur. Dit was heel raar. Het was zo zuur dat het gewoon pijn in je mond deed. Heel bitter zuur of zo. Ja, het was heel, heel pijnlijk gewoon. Noedie lekker. Oké, we hebben het zuur overleefd. Yes! Nou, Bart heeft er een blauwe tong aan overgehouden en een rood gezicht. Ik denk dat dit was echt... zo rood. Ik denk nu al dat ik weet dat dit het zuurste was gewoon. We gaan gewoon op naar de volgende en dat zijn Brain Blasters. En ja, mega sour staat er weer op, dus mega zuur. En we zien hier alweer dit skelethoofdje helemaal ontploffen van de zuurheid waarschijnlijk. Dus ja. Oh. Warning, not for babies. Adults only. Dus alleen voor volwassenen. Je mag het niet. Oh, sinds wanneer ben ik geen volwassen meer. Jongens, dit is alleen voor volwassen mensen, niet voor kinderen. Dat is wel echt heel erg heftig. Daar komt die 3, 2, 1. Ik durf niet in te kauwen. Dat valt mee. Dat is helemaal niet zuur. Nou, de binnenkant wel hoor. Nou, de binnenkant is zuur, maar niet zo zuur als het eerste. Heel smerig. Nou, waarom is dit nou weer alleen voor volwassenen? Dit is echt gewoon helemaal niet zuur. Dit is ongeveer net als een zure mat. Ik vond het wel lekker. Het is wel oké, maar ik zou het niet nog een keer eten. Maar goed, niet heel erg zuur dus. We gaan nu... Oh nee. Door naar dit. Dit is Toxic Waste. En ik heb geen idee wat het is, maar het ziet er heel erg giftig en gevaarlijk uit. Hardgekookte snoepjes. Green Sour Candy. Nou, het is blijkbaar groen, dat dacht ik al. We gaan het gewoon openmaken. Dit ziet er een beetje uit als die ene die net heel zuur was. Ja. Oh, er zijn ook smaken. Dit is kiwi. Ik heb kiwi smaak. Ik ben er eigenlijk wel helemaal klaar voor, want net ging het best wel goed. Dus ik heb er best wel weer zin in. Ik ga het niet open. Oh, hij viel zo in mijn hand. Proost. Oh, nee. Oh ja. Dit is nummer 1. Dit is nummer 1. Oh, dit is nog zuurder dan de eerste.
gewoon uit. Hij is nog steeds zo zuur. Het zit nog steeds in mijn mond. Het is zo... Hij is nog in mijn mond. Hij is nog in. Hij wordt minder. Het snoepje viel kapot op mijn blikje. Nou Bo, ik moet zeggen, deze was nog viezer dan de eerste, of de tweede. Mocht je dit ooit tegenkomen, koop het niet. Of juist wel, want het is wel heel erg grappig, maar... Wow, heel zuur. Het doet gewoon pijn. Het is niet echt meer... Het is meer dan zuur. Voel je ook een soort plek op je tong alsof het verbrand is? Ja, alsof er naalden ingaan. Maar goed, we zijn nog niet klaar, helaas. We gaan door naar de volgende. En dat zijn deze balls. We gaan het maar gewoon weer in ons mond stoppen. Meestal... Mag ik hem overslaan? Nee. Meestal van die ballen, die zijn het zuurst, heb ik het idee. Ik ga het gewoon in mijn mond stoppen. Oh, groot. Heel groot. Lekker. Misschien moet je erop kauwen. Dat is helemaal niet zuur. Kauwen. Oh my god. Is heel zuur? Nee, nee, val mee. Ik schrok even van mijn val mee. Kauwen. In het begin proefde hij niet zoveel, maar toen kauwde hij erop en kwam er een soort poeder vrij. En je voelde echt in je mond zo'n explosie zo van zuur. Het was wel oké, het was niet heel zuur. Het was al lekker zuur. Maar als je heel erg van zuur snoepen houdt, dan is het wel lekker. Maar ben je er niet zo fan van, dan hou je hier waarschijnlijk helemaal niet van. Maar we gaan door naar de volgende. We gaan door naar deze Now and Later snoepjes. Sour Shell Shocked. Oh, het is weer hard. Waarom is alles hard wat zuur is? Ik ruik niks. Ik stop het gewoon in mijn bek. Ik hoef nog niks. Kauwen. Dit is niet zuur. Nee. Deze is het minst zuur van allemaal tot nu toe. Nee, dat waren die matjes. Deze nog minder. Nee, ik proef het wel een beetje. Deze zijn een beetje saai, je proeft echt bijna geen zuur. Maar ze zijn wel lekker, maar nee, voor een zuur snoepje is dit niet echt... Nee. Nee, gewoon nee. Volgende zijn deze Sour Patch Kids. En ik denk dat dit dus niet zo extreem zuur is, omdat het ook voor kinderen is. Maar het heet wel Sour Patch. Ik ken Sour Patch wel. Normaal valt het wel mee hoe zuur ze zijn, maar... Ik weet het niet. Dit is weer eerst zuur en dan zoet. Het is kauwgom. Dit is kauwgom of zo, toch? Zure, ik heb nog nooit zure kauwgom in mijn mond. Oeh, dat is heel zuur. Oeh, ik neem het gewoon al. Waar is het zuur? Nou, ik proef het wel, ja. Ja, maar dit is niet. Dit is gewoon echt niet extreem. Nee, maar het is voor kids. Ja, als je dit als een driejarig zou eten, dan zou je wel even denken van oeh, maar als volwassen. De zure smaak is er inderdaad echt maar 10 seconden en dan is hij weg. Dan heb je gewoon smaakloze kauwgom. Dus nee, niet lekker. En dan hebben we nog deze Center Shock snoepjes. Deze die kreeg ik erbij. En nou, we gaan het gewoon maar proberen. Volgens mij is dit ook zuur, dus het zal wel. Waarom hebben ze allemaal deze vorm? Het zijn allemaal dit soort dingetjes. Oeh, oh, moet je ruiken. Is dit kauwgom? Weet ik veel, maar hij ruikt heel zuur. Ik heb een likker genomen. Ik wil Oh my god. Zie je mijn gezicht? Oh, ik ben niet heel rood, maar oh my god. Oké, het is weg, dus hier de smaak. Oh my god. Die was het ergst. Dit is gewoon lekker de kauwgom. Maar zo, dat was zuur. Echt heel veel pijn in mijn tong. Deed het geen pijn op jouw tong? Nou, het doet nog steeds pijn. Dit is echt niet goed, deze video. Oh my god. Heel zuur. Maar oké, we hebben het weer overleefd. Deze was het ergst, toch? Echt heel erg. Ik vond die andere ook heel erg, die in dat potje, weet je wel. Hoe blijf je bellen? Ik weet niet hoe ik bellen moet blazen, laat maar zitten. Mogen kan ook nog niet fluiten. Ik kan helemaal niks. Ik ben gewoon een grote mislukkeling. Ik kan helemaal niks. De laatste, dat zijn zure kersen. En ik hou van kersensnoepjes en ook van zuur snoep. Tenminste, als het niet te zuur is. Ik vind het zo jammer dat je deze gekocht hebt met zuur. Oh nee, ik ben zo blij. Ik kijk hier echt naar uit. Al heel de video kijk ik naar deze snoepjes uit. Ze zijn wel allemaal kapot, maar dat maakt me helemaal niet uit. Hoe ze ruiken heel lekker. Oh ja, gewoon kersensnoepjes. Ik ga het meteen proeven. Die is weer heel lekker. Oeh, ja. Oh, ik hou hiervan. Maar eigenlijk proef ik niet zoveel zuur meer na al dat mega zuur. Nee, hè? Ik vind het lekker. Ik hou sowieso van kersensnoepjes. En ook met zuur. Geweldig. Top. Duimpje omhoog voor die snoep. Bo, ik vind omdat deze niet zo zuur was, ik vind dat je hem even mooi moet afsluiten met... Oké, ik ga de video afsluiten met die zuur in mijn mond, oké? Ja. Oké, jongens, ik ga met het zure snoepje in mijn mond, ga ik nu de video afsluiten, dus komt-ie. Bedankt voor het kijken, vond je het video leuk? Doe het natuurlijk, duimpje omhoog. Wil je nog een video van mij kijken? Kijk dan hier naar mij! En ben dat je gewoon weer bij mijn kanaal. Doe het nu, op mijn foto je opdenken. Doe het alsjeblieft voor mijn zure mond. Oeh, oké.
jouw jongen kijken.